Easy, easy, easy. Ik ga meteen even kijken. Oh, grote. Oh, het is niet easy. Ik wou zeggen, ik ga meteen even kijken. Iemand is al dood. Want dan kan je niet meer met je primary wapen schieten. En we moeten... Oh! Ryan. Ryan! Yo, mensen, Jaraski hier. Welkom bij deze nieuwe video van Helldivers 2. Vandaag speel ik samen met Ryan, Liam en Raymond een missie op de planeet Turing. Waar we 40 minuten de tijd voor hebben en 20 extra levens voor hebben. Raakt er dus één van deze twee op, dan hebben we een probleem. En laat me je zeggen, we krijgen ook een probleem. Dus heb je er nu zin in? Rammen natuurlijk kaart en blijf hem straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om het wel te blijven van alle nieuwe uploads. En wil je nu vaker Helldivers 2 zien? Laat me zeker weten in de reacties. En dan zeg ik, laten we beginnen. Op dit moment gaan we een missie starten waarbij wij de valuable data moeten recoveren. Dus of dit gaat lukken, dat weet ik niet. Maar gelukkig heb ik een sterk team, of niet, mannen? Yeah. Ja, sowieso. Ze reageren alleen een klein beetje laat, maar wel met enthousiasme. Dus stap maar je helpot in. En dan gaan we eens even kijken waar wij kunnen gaan landen, waar het veilig is. De objective zit rechtsboven, maar we hebben onderin nog een side objective. Zullen we helemaal onderin spannen gewoon? Ja. Er zitten wel enemies, maar dat boeit niet. Dan gaan we gewoon meteen schieten. Ik pak de clusterbom, de precision strike, de grenade launcher en de sentry turret. Kijk ons vliegen dan, jongen. Ik zie wel dat ik iets sneller naar beneden ga dan jullie. Hoe kan dat? Nee. We zijn de meeste waard, hè? Zitten er al enemies of niet? Let op hoor, jongens, want de side objective zit letterlijk meteen hier. Dus ik weet niet wat we moeten doen. Maar dan gaan we achterover komen. Oh, let op. Was er maar één. Oh, easy. Easy. Ik ga meteen even kijken. Oh, grote. Oh, het is niet easy! Ik wou zeggen, ik ga meteen even kijken. Iemand is al dood! Ik ben dood. Deze man. Deze man. Oh, ik word gesmurried. Ga weg! Vieze slotneuzen. Ik roep jou weer in, Raymond. Wacht. Ja. Hier komt er. Oh! Oh, ik ben ook dood! Oh, dit was zo dom. Ik ben ook dood. Kan iemand mij inroepen, jongens? Ja. Waarom spelen wij op een moeilijk niveau? Dit was zo niet slim, jongen. Kijk, ja, ik ben neer. Hij ging gewoon over je heen, jongen. Ik roep je in, Liam. We hebben wel maar nog maar 17 levens op deze manier, jongens. Dus let alsjeblieft op. Oh nee, er komen nog twee van die grote! Spritje, ik heb er twee neer, Ik ben gewoon gewonnen. Ja, ik moet rennen. Als ze dat smurrie schieten, je bent dan in één keer dood. Dus houd daar rekening mee, mannen. Dit was zo niet slim. Ik heb wel een sample gevonden. Nee, dat maakt het niet echt wel beter. Well, laat me mijn clustering inroepen. Is die groter dan nog of niet? Die hele grote. Oh ja, bij Ryan. Ryan, lok hem die cluster in. Ik heb hem gegooid namelijk. Waar is die cluster? In het midden. Ja, moet zelf wel passen. Au, ja, daarom. Oh, nice. Ik heb mezelf erin gelokt. Ik heb het door. Oh, dit gaan we zo niet redden op deze manier. Oh, die precision ging wel raak. Lekker bezig. Ik kan je inroepen, ja. Is hij neer? Hij is neer, inderdaad. Let's go. Laten we heel even al onze wapens inspannen. Resupply inspannen en alles wat we nodig hebben. Resupply erbij. Ik hoor er nog wel een paar, hoor. Hij zit in de bosjes, ik zie ze. Misschien is het niet zo slim als we naar een planeet gaan om in de vijanden te spannen. Dat was intentie. Ja, maar dat had ik ook niet verwacht van tevoren. Ik doe nog even mijn grenade launcher in. Hoppatee. Wie heeft nou mijn... Kijk uit naast jullie. Ryan, jij hebt nu een ammo tasje op je rug. Dus dan moet je ons ammo geven als we aan het schreeuwen zijn. daar komt het op neer. Hier ligt nog een machine van iemand. Gewoon naar ons toe lopen en dan kan je het aan ons geven als je dat zou willen. Ik kijk wat ik heb. Wat komt eraan? Wat een gek, jongen. Oh. Hij heeft een streefrun vrijgespeeld, hoor. We moeten naar 275, jongens, naar het westen. Daar is onze side objective. Achter je, Ryan! Spreech! Niet in zijn kots gaan staan, want dan ben je in één keer dood. Hij is neer, lekker bezig. Let's go. We zijn nu nog bij de side objective, dus dit is nog niet voor de harde schijf. Hop. Paardje in galop. Oké, hij is aan het uploaden. Ik denk niet
Oh, er komt nog een grote achter ons. Zelfde plek, jongens. Heel ver in de verte. 88. Die ene rechter is bijna neer. Zo, iedereen gooit alles wat ze hebben, jongen. Er komt regen aan hier. Kijk. dit is echt gekke werk, jongen. Wow! Ik ben dood! Dat was... Yo! Dat was niet normaal. Kan iemand neerroepen? Het ding is, je bent er gewoon in twee slagen neer, hè. Je kan er niks tegen doen, man. Ik kom weer aan. Pas op dat ik niet op je kop land. Ik land wel op het dakje anders, dan weet ik dat ik niemand raak. We hebben wel nog maar 13 levens en we zijn nog niet begonnen aan de main objective. Een heleboel. Hij is 96%, bijna. Ik schiet een beetje mee. Oh. Ja, hij is 100. Lukt dat? Oké, nice. Dan hebben we de side objective voltooid. Laten we niet te lang hier in deze wereld gaan hangen, want dat gaan we echt niet overleven namelijk. Dus ik ga heel even de map openen. We moeten gewoon naar het noorden, jongens, voor de computer. Nee, die hebben we niet. Achter jullie! 10 minuten. Dankjewel, Liam. Raymond is... Sorry, ik draai me om en ik schiet je vol. Nou, in dat geval, dankjewel voor je machine gun, alsjeblieft. Geweerenleven. Netteloos leven. Ja, een geweerenleven, ja. Niet in elkaars richtpunt lopen, jongens. Let alsjeblieft op, want anders gaan we dit echt niet redden. Je hoort hem ook gewoon, jongen. Kijk, uit voor de kots, Ryan. In beweging blijven. Als die kots, kan je het beste gewoon wegspringen. Ik zag volgens mij weer een... Ja, daarachter loopt ook een grote. Ik ben aan het reloaden. Er zit hier volgens mij of een nest of een object. Ik loop de kaktus in, dan kan je niet bewegen. Je grote springkan hier. Waar is die? Oh, achterin. Niet op mijn rug moet lopen, alsjeblieft. Nee. Maar ik schiet alles mis. Er ligt hier wel een neergestort vliegtuig, dus waarschijnlijk ligt er hier nog ergens een sample, jongens. Ja, die heb ik zo. Wow, die was raak. Goed zo. Ryan, kom hier. Hij is nog niet neer. Hier liggen nog samples, maar Mike neemt ze mee. Let's go. Thanks. Oké, laten we doorlopen naar het noorden, jongens. Liam, je weet achter dat jullie, achter jullie, Liam. Echt. We kunnen nog steeds niet doorlopen, jongen. Kijk uit. Er spant een nest in. Ik roep mijn clusterbom erop in. Blijf in mij heel veel staan, want we kunnen nu niet doorlopen namelijk. Eerst al die aliens uitschakelen. Lopen, Ryan. dit is niet normaal, hoor. Echt, hoor. Er komt weer een grote. Weer een grote spritz. Als je hem op zijn buik kraakt, doe je de meeste damage. Ik heb geen helemaal meer. Heeft iemand een resupply? Ik heb een resupply. Mijn controller is leeg. Oh, ik doe de verkeerde code. Ja, maar... Ik heb geen helemaal meer. Wow, yo. Ik moet reloaden. Ik klim de cactus in! Ja, ik doe met je mee. Ja, hier ligt een resupply, Ik zie alweer rode icoontjes knipperen voor me. Maar dit is wel de plek waar we moeten zijn. Ja, ik zie ze al zitten. Ik heb er al één neer. Oh, daar komen ze aan. Ook oppassen voor die kleine groentjes, want die zorgen er namelijk voor dat ik niet meer kan rennen. Dus dan zit je helemaal vast. Ik zal de control panel even activeren, ja? Ja. Ik weet nog niet precies wat we moeten doen, maar... Oh! Sorry. Oh, wat deed je? Wat een gek, jongen! Oh, jullie zijn echt gestoord. Bezig, Liam. Er is iemand dood. Liam. Ik heb wel de control panel geactiveerd. Kan iemand Liam inroepen? Ja. Er ging weer een netteloos leven. Ja, er ging weer een leven, ja. We moeten dit echt niet meer doen. Pas op voor die groentjes. Op twee. Dit is jullie ontgroening. Sorry. Ik maak ook een keer een grapje hoor, boy. Dat is wel goed. Oh, ik moet nog code invoeren. Boom, 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 boom. Top. En dan als het goed is, moet er nu een SSD ergens liggen. Let wel op één iemand als... Ja, neem jij mee, Liam? Want dan kan je niet meer met je primary wapen schieten. En we moeten... Oh! Ryan! Daar gingen vier levens, bro! Vier levens! Wat was dat? Je schoot op een bom of zo! Als we het nu nog gaan redden, dan is het echt een wonder, ouwe. Ik moet even mijn wapens weer oppakken. Let op, pak ook weer de samples op. Raymond heeft hem. Maar jullie lopen de verkeerde kant op, jongens. Dat is wat ik wilde zeggen. We moeten helemaal de andere kant op. Wat was dat voor een bom? Ja. Iets wat jij gooit. Ik sta zo ver vanaf. Ja, nee, dat is als er een bom ligt en je schiet die kapot, dan is alles kapot daar.
Dat zijn hele sterke bommen. Oh, voor ons, hele... kolonie. We moeten richting het oosten. Daar moeten we hem uploaden. Maar wie heeft nu de SSD bij zich? Niemand. Ik. Oh, jij? Oké. Niet gaan spuwen, niet gaan spuwen. Ik heb een grote achter me aan als iemand. Ja, dank je. Thanks jongens, dan ren ik door namelijk. Oh! Ik heb ook grote voor me. Waar? Oh ja, ik zie hem. Ik roep daar een clusterbom op in. Ja. Het kogel gegooid. Er zijn twee grote, schiet op zijn buik. Ja, lekker, goed bezig. Nee. Zo, joh, die clusterbom is gek, joh. Vet hoor. Ik hoor rechts volgens mij ook nog in mijn oortje, maar... Ik weet niet hoe ver die zitten. Ja, nog een grote. Speech. Ik loop nog een orbital erop in. Groot is goed gehit. Die kleintjes maak ik me niet zo'n zorgen over, bij de weet. Ze zijn echt die grote die vol op je afrennen, man. Goeie precision. Ik roep ook meteen even mijn grenade-launcher in, als we toch heel veel stilstaan. Dan komt die er ook aan. Heb jij je rugzakje nog, Raymond? Ik heb een rugzak. Moet je die ook even inroepen? Zo. Ja, alles komt hier neer, pas op. Grenade-launchertje, let's go. Heb iemand nog één resupply? Rijn, kan jij maar één resupply geven op je rug? Ja, wacht, ik heb er hier één. Oké, die is nu neer. Nice. Thanks, bro. Thanks. Dankjewel, jongens. Oké, let's go. Dan kunnen we weer door. Ik hoor er hier redelijk wat lopen waar we moeten zijn. Zo, die was raak. Jij hebt de harde schijf toch, Liam? Nee, ik heb. Oh, Raymond. Kan jij hem zo meteen uploaden? Waar moet hij? Ja, dat is een hele goede vraag. Upload de video. Oh, daarboven. Ik zie het. Geen niet te liken dan. Hier nog wat ammo op de grond, mannen. Oh ja, hier nog één. Ik dacht dat ik het hoorde. Ik kom eraan. Ja. Er komt nog een bug breach. Kan iemand... Waar staat de... Kan... Ik weet niet waar de toren staat. Kan iemand zometeen... Ik ga het heel vertekken. Daar naartoe lopen, alsjeblieft. Om de toren een klein stukje te draaien. Dan kan ik zeggen namelijk hoe die gedraaid moet worden. Er komt een grote naam. Rhino. Ik schiet mijn noobtjoep. Er komt ook nog een... Ja, nice. Alles gaat op hem. Volgens mij... Nee, hij schudt. Volgens mij leeft hij nog, toch? Ja, hij leeft. Oké, nu niet meer, denk ik. Nu is hij dood. Ben jij aan het rennen, Ryan? Ja, ik ben aan het rennen. Oké, top. Kijk hem gaan. Hij moet een heel klein stukje naar links gedraaid worden. Dat is letterlijk alles. Volgens mij is dit het. Ja, die toren. Andere kant. Ja, is goed. Stop maar. Wow, yo, wat is dit voor code? Zo. Oké, ik heb hem. Alles onder controle, let's go. Nice. We hebben nu de missie gehaald, dus we zouden kunnen extracten, maar... We gaan wel nog even naar het nest, toch? We kunnen dit. Ja. Oké, dit is zo dom, maar... We kunnen dit. Niet op elkaar schieten, niet elkaar opblazen, dan kunnen we dit. Ik denk dat wij alle ingangen of uitgangen van de nesten moeten vernietigen, maar... Ik denk ook wel dat het te veel zijn. Ja, het zijn er heel veel. Het is een hele krater, jongens. Maar ze zijn er niet. Snel erin gooien voordat ze komen. Ze worden wakker! Oh, ik zie ze. Ze worden wakker! Oh! Ik ben dood! Oh, yo, jongen. Dankjewel, Ryan. Oh. Maakt niet uit. Kan iemand mij inroepen, jongens? Ja, dat doe ik. Dankjewel. Ik zie Liam springen voor zijn leven, jongen. Alleen op zijn staart doe je damage, Liam. Dus je moet hem echt achterop raken. Ja, goed zo. Helemaal vol spray, dat ding. Lekker, man. Lekker bezig. Het zijn 10 nesten die we kapot moeten maken, jongens. We hebben er al 4 gehad op dit moment. Ik roep mijn clusterbom hierin. Ren, uw cluster komt eraan! Nice. Ik heb ze allemaal. Wajo. Links nog. Au. Ik zit midden in dat nest, ik ben aan het reloaden. Ja, let op. We moeten ze heel snel dicht, want anders blijven ze komen namelijk. Zal ik een risicootje nemen, gewoon gaan? Ja, ik ben ook al aan het gaan. Oké, ik ga er ook voor. Ik neem een grenade-launcher weer mee. Een sample. Die heeft even een orbital die mij kan gooien. Ja. Ik ga gewoon rennen. I don't care. Ik heb niks. Ik ben aan het rennen, ik ga de nesten langs. Dat is één, dan kan ik wel dicht. Weg, Raymond. Help. Ik ben dood. Maakt niet uit. Kan iemand Raymond inroepen, want ik ben heel veel druk hier. Oh, kut. Ja. Ik heb geen ammo meer. Ja. Ik heb er nog één dicht. Ik heb er nog één. Rhino bij mij. Oh, hij gaat niet dicht. Jongens, kan niet meer. Oh, ik kan even niks. Ja, Oh, ik heb ook protein. Wajo, ik blaas mezelf, maar ik heb wel 16 kills daarmee, jongen. Die was raak, denk ik.
Oh, die noobchop is heel fijn, maar af en toe gaat die kogel gewoon vol de lucht in, jongen. Oh, ik moet weg hier. Leeft iedereen weer? Ja, toch? Want ik ben echt niet aan het opletten. Ik heb hier namelijk even een resupply, hoor. Ja. Ik heb een grenade in. Ik heb deze ook dicht. Ik ga neer. Ik heb die ook dicht. Oh, ik heb mezelf gekilled. Kut, kan iemand me inroepen? Dat, die noobchop is zo sterk. Ze zijn wel allemaal dicht, jongens. Alle nesten zijn dicht. We hebben het gehaald. Dankjewel voor het inroepen. Dan komen we weer aan. Als we ze hier allemaal hebben, dan kunnen we het beste naar de extraction, jongens. Oh nee, er is er nog één open, of niet? Ja, nou heen daar, wacht. Ik heb een granaat, hij is dicht. Nu zijn ze echt en die allemaal rhino dicht. Loopt. Sorry, Raymond. Boven rhino, de berg loopt boven. Die rhino. Waar? Ja, ik zie hem. Oh. Laat hem maar komen, ik heb een orbital ingeroepen. Ik hoop dat hij op tijd is. Kom op, kom naar beneden, orbital. Kom naar beneden, sta naat. Ik ben out of ammo. Jongens, hierboven. Ik kan een resupply inroepen. Nee, dat kan ik niet. Nee, ik kan je. Kom naar hier. Waar is hier? Ik schoon, ze roep nog een sentry in. Er komen nog heel veel kleintjes aan. Daarachter. Oh, sorry. Maakt niet uit. Oh, hier ligt nog een resupply. Hier ligt nog een ammo boxie. Ik spreek. Ga ik nog een grenade-lansje erop pakken. Oh, er komt nog een bug breeze. Dit meen je niet. Doe even normaal, hoor. Ze hebben er zin in. Ja, dan. Maar dit is echt gekke werk. Gelukkig staan we sentry gunder. Als we deze hebben overleefd, moeten we echt gaan rennen. Ik zweer het. Focus op die rechts, alsjeblieft. Dan is hij zo neer, man. Oh. Lekker bezig. Kijk uit voor die orbitals, close quarters. Je ammo. Volgens mij hebben we hem, of niet? Volgens mij wel. Oh, ik was er net mijn cluster gaan gooien. Oké, laten we rennen, jongens. De blauwe beam in de lucht, dat is de kant die we op moeten. Nou, Ryan, aan jou de eer. Voer de code maar in. Werd het? Gewoon de pijltjes doen. Ja. Ryan, voer die code nou dat even. Dat deed je expres, hè? Ryan, nee, geen progeluk, nee. Sorry. Achoo. Ja, wat nou de zuur? Ryan, voer die code nou even in. Au. Ryan, kom op. Ryan, voer die code nou even in. Hij gaat een granaat! Pas op! Nee. Dankjewel, Ryan. Ah, oh, ik neem je samples mee. Ik roep je weer even in, Raymond. Jongens, niet meer doen. We hebben nu echt nog maar 3 levens. Nu moeten we... Kijk uit, ze komen al! Ze komen al! Dat is een granaat, ik moet dan naar. Oei. Er komt weer... Oh, naast je! Grote springkamp bij mij. Ik gooi mijn cluster in als ik op tijd ben met de code. Ik heb geen stims meer. Oh, jongens. Ik gooi alles in. Roep alles in wat je hebt, want dit is de laatste. Alleen nog dit moeten we overleven. Holy knetter. Au! Naast ons! Oh. Ik heb hem. Blijf bij elkaar. Oh nee, Raymond! Nee! Ik ben dood, jongens. Iemand moet ons inroepen. Wat had je gegooid, Raymond? Weet ik niet. Oh, die is ook dood. Je moet inroepen nu. Wie er nog leeft, Raymond. Oh, dankjewel. Let's go. Er zijn nu geen meer. Oh, jawel, ze komen recht allemaal. Ik zweer het. Alles komt eraan, ouwe. Het staat hier helemaal vol. Ik gooi allemaal granaten. Rennen. Ik ga dit niet overleven. Nog 1 minuut, nog 1 minuut, jongens. Dit kunnen wij. Dit kunnen wij, zeg. Ja, ik zweer het. Ik geloof in jullie. Ik heb een hele horde. Niet in mijn recht met lopen, Ryan. Holy shit, ouwe. Neem die samples mee. Ik zie de samples liggen hier. Ja, goed zo. Machine gun heb je ook meegenomen. Lekker bezig. De grote naast je, Liam. Pas op. Liam is neer. Waarschijnlijk door Ryan. Oh, ik kan resports en we kunnen niet meer inroepen, onze levens zijn op! Ze zijn hier. Nee, ze komen er al aan. Ik heb clusterbom gegooid. Ik roep mijn sentry gun ook even in. Oei. Ik heb ze wel. Nog 2 seconden, dan komt onze extraction eraan. Hebben wij alle samples die hier op de grond lagen? Ja, toch? Ja, volgens mij wel. Liam, we kunnen jou niet meer inroepen, man, dus jij kan helaas niet extracten. Als je 30 seconden nog volhoudt. Oh, kan je dan weer in? Ja, maar ik weet niet hoe lang we kunnen wachten. Ik weet niet hoe lang we kunnen wachten, ouwe. Wacht heel even met instappen op Liam, jongens, want misschien kan hij dan nog mee. 20 seconden. Hoe lang kunnen we wachten hier? Dat weet ik niet. We blijven staan voor je. Mijn sandwichen schiet ook nog, dat is chill. 10 seconden. Ja, we kunnen wachten. Niks aan het handje. We hebben een lever erbij. Ik roep je in, Liam. Dan kan je nog mee extracten. Let's go. Oh, die kunnen we alsnog allemaal hier weg, jongens. Wat een chaos, hoor. Dit was echt de meest... Oh, er komt nog een grotere, pas op.
Dit was echt de meest grote, chaotische, random missie ooit, jongen. Binnen. Wow, yo. Jij bent er, let's go, erin. Hoppakee. Dit was niet normaal, jongen. Deze was intens, joh. Deze is heel sick. Al constant gewoon in een gevecht, hè. Constant bleven ze komen. En iedereen heeft elkaar nog opgeblazen en in ons richtpunt gelopen. Oi, oi, oi. Een beetje noep, hoor, jullie. Zeg degene die gewoon een dikke nucleaire bom laat ontploffen naast ons. Ja, maar die weet veel. We hebben wel side objective gehaald. En we hebben als goed dat grootste nest vernietigd. Dus ik ben even benieuwd of dit de grootste was. Ja, zie je de 3 streepjes. Let's go. Let's go, maar daar krijgen we echt wel veel bonuspuntjes voor. Ik denk dat Ryan de meeste teamkills heeft. En de meeste kills heeft vanwege de grenade launcher die hij zat te spammen. Van jouw grenade launcher die oh ja, je had die van mij gestolen. Nou ja, je ziet hoe sterk die is op zowel aliens als je eigen team. Dat is wel een nadeel. En oh, we hebben allemaal hetzelfde helmpje. Kijk. Hoppa. Woe. Lekker gedaan, jongens. Wat zijn de statistieken? Wie? Ryan. Raymond. Die... Jongens, kijk even naar Ryan's Friendly Fire Damage. Ja. 33.000! Ja, dat was goed. Dit is niet normaal! Raymond heeft de meeste deaths, maar ja, daar heb je niks aan, want... je kan niet zien hoe vaak je je eigen team hebt opgeblazen, zeker. Nee. Nee, alleen maar de damage. Ja, die heeft Ryan gewonnen. Dat kan je niet meer overtreffen. Dat was wel de video van vandaag. Dus mocht je het hebben genoten, ram er natuurlijk keihard op like, zou ik super gaaf vinden. Check Raymond uit, check Ryan uit, check Liam uit, check de andere video's uit. En hoop ik ook weer tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Doei.